Kijkers, goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ja, u ziet het, hè? Helemaal veilig. Ik zit hier in een lekkere boottaxi op weg naar het district Kommerwijnen. We zullen namelijk vandaag een bezoek brengen aan het dorp of de plantage Frederiksdorp. En u weet, als u dat hoort, dan weet u, dan gaan we even terug in de geschiedenis. Hele leuke bezienswaardigheden, maar vooral van historische waarde. Dus u gaat met me mee. Deze lieve meneer, dat is onze bootsman Wilfred. Die gaat ons nu brengen naar Kabel. Daar gaan we dan, wanneer we daar zijn aangekomen, dan gaan we een taxi pakken. Dan gaan we naar Mariënburg en van daaruit zal onze reis zich verder voortzetten naar Frederiksdorp. U gaat mee? Oké, let's go. Na een boottrip van ongeveer 6 minuten zijn we er. Ja, we zijn hier nu in Frederiksdorp. En we zijn hier ontvangen door een zeer charmante Rio Saalman. Hoe gaat het? Goed, goed, goed. Heb je een fijne reis gehad? Heerlijk tot nu toe. Alles ging heel erg smooth. En wat is jouw functie? Ja, ik ben de manager van de PR en marketingafdeling van Access Suriname Travel. En daar valt Plantage Frederiksdorp onder, dan Paddy River Lodge, de Migudu. En omdat Frederiksdorp natuurlijk grote bijdrage levert aan het project van het Verhalenmuseum, van de Bonnie Trail, komen wij op die manier komen we eigenlijk weer binnen. Nou, dat is een mondvol. Zie, ik zei energieke jongeman die ons straks ook heel veel gaat vertellen. En het moment dat je dus hier landt, dan ben je gelijk tegenover het Verhalenmuseum. Dat is een mooi aanblik hoor. Het nodigt mensen uit om meer te willen weten. Jazeker. En ook als je de rivier al langs vaart, dan is het Verhalenmuseum eigenlijk het eerste wat je al ziet. En het roept je bijna om het te komen verkennen. Het roept je bijna. En het Verhalenmuseum staat dus in de voormalige directeurswoning van de plantage. En die woning is dus gedoneerd door Frederiksdorp aan het project. Want het project heet het Geheugen van Noord-Kommerwijnen. Oh, dat is mooi. Het geheugen van. Dat wil zeggen, mensen mogen het nooit vergeten. Nooit vergeten. En daarom het Verhalenmuseum was eigenlijk het eerste project dat we hebben uitgevoerd. En het initiatief van het Verhalenmuseum was eigenlijk om een stukje levende geschiedenis naar voren te brengen. Want het Verhalenmuseum zijn verhalen van allemaal mensen van de rechteroever, dat is deze kant van de Kommerwijnen, die nu nog leven. Dus we wilden, ik denk met geschiedenis vaak denken mensen aan ver terug. En we wilden heel graag hedendaagse helden naar voren brengen van het gebied die nu nog leven. Mooi hoor. Nou, het belooft spannend te worden, hè? Je hebt het al gehoord. En nu gaan we samen met Rio. Yes. Waar gaan we dan? We gaan nu even naar het pooldek. Ik denk dat we even een flesje water, even iets cools en fris kunnen doen. En daarna gaan we gelijk het moneypad op. Oké. En u gaat natuurlijk mee, hè? Let's go. De bezienswaardigheden hier, de voormalige dokterswoning. En hij is echt bijna helemaal in zijn originele staat gelaten. Zeker. Ook van binnen, je kunt dit hele pand eigenlijk renoveren als je met grotere groepen komt. Huren. En het is een prachtig pand. Het is echt een prachtig pand. Je ziet op de achtergrond, hè, dat staat dus welkom in Plantage Frederiksdorp. Dat is eigenlijk officiële welkom als je hier aankomt. En als we daar kijken, oh, dat ziet er heel uitnodigend uit. Hè? Dat heeft heel veel werk gekost. Heel veel werk en we zijn nu ook momenteel aan het renoveren. Eigenlijk houden de renovaties nooit op. Maar ik denk het loont ook. Het is een prachtige plantage. Ik denk een van de best bewaarde plantages van Suriname. En dat zie je ook. Als je straks naar beneden loopt, is het alsof je terugloopt in de tijd. Dus ik heet jullie nu officieel welkom. Laten we het samen gaan verkennen. Dankjewel. En we worden ook welkom geheten hier door twee grote kappas. Grote kappas, zeker. Zeker. Hier werd er gekookt, hè? Ja, hier werd er suiker op. Deze dingen zijn hoe oud dan? Deze dingen gaan terug tot de 18e eeuw. Wauw. Ja, zeker.
Dus we hebben helaas een paar beschadigde kappa's, maar we hebben eentje die echt mooi bewaard is gebleven. En maar we hebben dit hele terrein is eigenlijk één lopend museum als je hier doorheen loopt. Eigenlijk, wanneer je dit zo bekijkt, dan denk je aan de ene kant is het wel jammer dat soms we horen dat er allerlei moeilijkheden plaatsvonden op de plantage. Want dit is mooi. Zeker, maar ik denk dat we hebben het Verhalenmuseum als eerste project gedaan. Maar het Bonniepad, we noemen het ook de Bonnie Slavery, dat was voor ons ook echt om de slavernijgeschiedenis terug te brengen in de plantage. We hebben een prachtige plantage, we hebben mensen uit het binnenland en mensen uit het buitenland die dat komen waarderen. Mm-hmm. Maar ik denk dat de geschiedenis leeft en je voelt het ook. Yeah. Je voelt soms een soort hippie van die geschiedenis. Mm-hmm. Dus voor ons was het belangrijk om die geschiedenis ook te erkennen. Alleen wilden we het graag doen vanuit een oogpunt van verzet tegen slavernij, yeah, en niet vanuit een rol van slachtofferschap. Yeah. En daarom noemen we het ook de Bonnie Trail. We hebben Bonnie gebruikt als soort van aanknooppunt, de verzetstrijden. En die ga je ook op het pad overal terug zien komen. Maar we wilden dat deze Bonnie Trail natuurlijk een ode was aan Bonnie, een herinnering aan de slavernij. Maar dat we het wel toch vanuit een Surinaams krachtpunt brengen. Om mensen te wijzen hoe we ons hebben verzet tegen de plantagetijd. En natuurlijk de prachtige culturen, de Maron-culturen die daaruit zijn voortgevloeid. Want ik neem aan, het is wel zielig, maar het was niet alles kommer en kwel. Die mensen hadden ook een plezier op een of andere manier, hè? Ja, zeker. Maar ik denk dat we dat door de geschiedenis heen zien, is dat in eigenlijk de ergste leefomstandigheden, want hoe dan ook, de slavernij was verschrikkelijk. Yes. Maar dat mensen toch muziek hebben gemaakt, ze hebben kunst gemaakt. En natuurlijk eenmaal de gevluchte Marons, die hebben hun eigen klederdrachten gemaakt. Ze communiceerden via liederen die ze zongen, zodat de slaveneigenaren niet wisten waarover ze spraken. Want ze mochten gewoon niet praten met elkaar. Dus ze mochten alleen zingen om de spirit erin te houden tijdens het werk. En niet wetende, voor die slaveneigenaren waren ze toch aan het communiceren met elkaar. Ze planden ontsnappingen. Mensen gingen flirten met elkaar natuurlijk ook via liederen. Dus het is mooi om te zien hoe uit zoveel leed toch een paar prachtige dingen zijn ontstaan. En het is ook gewoon mooi om te zien hoe mensen zich wel hebben verzet en hoe daar ook prachtige gemeenschappen uit zijn ontstaan. Ja. Wat is dat? Hè? Dit is een watertoren. Dit is een traditionele watertoren die we nog steeds gebruiken, waar we regenwater opvangen. Dat we eigenlijk gebruiken voor de toiletten in het hoofdgebouw. Maar zo zie je eigenlijk hoe de geschiedenis zo dichtbij staat. Want dit is ons gebouw van de receptie en onze keuken staat ook erin. Maar dit was een voormalig cellenhuis uit de tijd van de contractarbeid. Dus dit hele plein hier is als het ware ons contractarbeidersplein. Mm-hmm. En Frederiksdorp na de tijd van de slavernij, toen natuurlijk de periode van de contractarbeid begon, was Frederiksdorp een politiepost voor alle plantages aan de rechteroever. Mm-hmm. Dus hier woonden heel veel politieagenten. En daarom hadden we hier ook een cellenblok, waar dus mensen die een lastige mensen, maar lastig is altijd zo'n vervelend woord, want waren ze lastig of kwamen ze op voor hun eigen rechten? Ja. Precies. En hier werden die mensen dus in de cel gehouden eigenlijk. Nou, geschiedenis is en blijft mooi, hè? En u bent nu ook in de gelegenheid om een beetje mee te gaan terug in de geschiedenis. Namelijk dit bezoek aan plantage Frederiksdorp. Dus we zijn nu in de receptie en daar word je welkom geheten door twee vriendelijke dames, hè, die ons alles vertellen. En loopt het wel? Komen er veel mensen op bezoek? Jazeker. We zien nu dat het internationaal toerisme weer een beetje begint toe te nemen. Maar ik denk dat met COVID was natuurlijk een zware periode voor toerisme. Maar het was ook een mooie periode omdat we eigenlijk, ik kende de slogan vakantie in eigen land. Dat is heel erg opgekomen toen, waardoor we merkten dat Surinamers ook echt hun eigen land begonnen te verkennen. Dus we hebben heel veel locals gehad. Wat bijzonder is, maar ook mooi, want mensen gaan nu hun eigen land verkennen. En je ziet dat die liefde toch, dat het toch weer een beetje. Je hoeft niet altijd naar Miami of Curaçao. Je kan ook het binnenland in, het kustgebied in, het savannagebied in. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Het is wel een punt dat men vaker aangaf, ik weet niet of het nog steeds zo is, dat vakantie in eigen land soms heel erg duur uitvalt. Heel erg duur. Maar dat is ook met name het binnenland met transportkosten, met natuurlijk de weg houdt op een gegeven moment op. En bootcharters zijn extreem duur. Maar ik denk dat er wel veel plekjes zijn in de savanna waar mensen makkelijker naartoe kunnen gaan. Het kustgebied hier, deze resorts, zijn ook makkelijker toegankelijk. Dus ik vind het mooi dat mensen dat toch
op een gegeven moment zijn gaan inzien en zijn gaan waarderen. Mm. En voor iedereen is er wel wat in Suriname. Het land is zo groot. Ja, ik geniet in elk geval nu van Frederiksdorp. En iemand is daarachter gaan schuilen, want ik hoor het is een topgids. Laten we kennis maken met de topgids. En dat is? Nou, ik ben Rohan de Jozefzoon. En de lokale gids op Frederiksdorp sinds 2016. Wow. Ja. Al een hele tijd. Ja, zeker. Waarom? Kijk, ze zeggen altijd de plek waar je hart zit en zodra je het goed gaat, dan blijf je daarin. En als het zeg maar dan niet zo best ging, dan denk ik dat ik al eerder weg was. Hoor. Maar omdat het nog goed gaat, dan ben ik nog op Frederiksdorp. Ja. Dus jij kan ons alles vertellen over dit dorp? Ja. Verloop van tijd wel, toch? Ja, zeker wel. Nou, vanaf het begin was ik er. En als ik zeg vanaf het begin is het echt dag 1. Gewoon, wanneer was 23 april 2016? En tot nu toe, dus alles heb ik zien. Ik zeg altijd, ik heb hem als embryo gezien. Ik heb hem als baby gezien. En nu is hij dan gaan wandelen, dus nog steeds ben ik er, ja. Dus het was een goede bevalling? Ja, het was een soepele bevalling, laat maar het zo zeggen. En tot nu toe gaat hij prima. Ja, borstvoeding dan gedronken en het gaat goed. Eerlijk gaat het. Maar we gaan straks met jou op die trail, maar... Wat is een must voor mensen om hier te bezoeken? Op Frederiksdorp. Het leuke van Frederiksdorp is dat het ooit een plantage dan was. En de meeste plantages hier dan op het eiland, die zijn niet zo actief. Je hebt meer dorpen waar mensen wonen. En zo toevallig is Frederiksdorp dan zeg maar dan niet een dorp waar mensen wonen, maar het is een resort. Een resort met verschillende activiteiten. En we hebben dan... dingen vanuit de slavenperiode, maar ook dingen van nu. Zeg maar, we hebben dan een museum dan geopend en nu een Bonny Trail. Dus we werken gewoon dan met de dingen die nu zijn, de dingen die eerder of vroeger dan gebeurd zijn en ook zeg maar dan de verschillende plantagehuizen die je niet meer overal dan kan vinden. Dus vandaar. Ja, zeker. Nou, nu weet ik waarom hij de topgids genoemd wordt. Hè. Je ziet hoe alles zo lekker eruit komt. Maar in ieder geval, we gaan met hem mee op de Bonny Trail. En we zijn nu op het pooldek en we gaan met Rio praten over eigenlijk een van de grote attracties. Is een mooi initiatief en daar had u eerder al iets over gehoord, het geheugen van Kommerwijnen Noord. We willen graag wat meer weten. Wat is dat initiatief? Hoe is het ontstaan? Ja, het initiatief is ontstaan eigenlijk via de Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Suriname-Nederland in samenwerking met de HVA, de Hogeschool van Amsterdam. En die hadden een aantal studenten die heel geïnteresseerd waren in dit gebied. En het initiatief lag er al, maar het was een beetje half-half. We zeiden, we willen de stichting wilde Kommerwijnen naar voren brengen. Ja. Want we hebben natuurlijk Kommerwijnen, de linkeroever. Maar de rechteroever was een beetje vergeten, omdat het zoveel verhalen kent. Het heeft zoveel natuur, historie, cultuur. En toen eigenlijk zijn ze een beetje gaan broeden en ze waren van, wat kunnen we doen? En toen hebben ze via bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, via UTSN... hebben ze dus een fonds gekregen en toen zijn ze eigenlijk gaan broeden van oké, we willen het geheugen van Noord-Kommerwijnen doen en hoe gaan we beginnen? Mm-hmm. Dus toen zijn we begonnen met het verzamelen van verhalen. Okay. Dus we zijn in alle 7 dorpen aan de rechteroever, er zijn iets meer hoor, er zijn nog een aantal dorpen, maar we hebben uit 7 dorpen hebben verhalen verzameld. Dus we zijn echt op pad gegaan om mensen te interviewen met heel jonge mensen of heel oude mensen met hoe is het om hier te leven? Mm-hmm. En hoe is het om hier opgegroeid te zijn 60 jaar geleden, 70 jaar geleden? En er kwamen zoveel mooie, mooie verhalen uit. En die werden toen op de website gezet. En toen zeiden ze, nee, we moeten een plek maken waar we deze verhalen naar voren brengen. En dat werd toen het Verhalenmuseum, wat eerder dit jaar is geopend. En toen, we zaten al heel lang met Frederiksdorp is een plantage. Maar nu natuurlijk, wat nog na is blijven hangen, is natuurlijk de periode van contractarbeid. Omdat die mensen wonen er nog. Terwijl de Marons natuurlijk een stuk verder zijn getrokken. Maar er is natuurlijk ook een lang slavernijverleden geweest op de plantage. En dat niet miste hoor. Natuurlijk ben je op de plantage, je kunt het nog echt voelen, vind ik. Maar toch wilden we dat echt weer een plek geven. Mm-hmm. Ook voor gasten en vooral voor internationale gasten. Om toch dat we daar niet overheen lopen eigenlijk. Mm-hmm. En toen kwam het idee van oké, we willen het verhaal vertellen van de slavernij. Maar hoe willen we het verhaal vertellen van de slavernij? Mm-hmm.
Toen besloten we het verhaal vertellen van niet vanuit een rol van slachtofferschap, maar echt vanuit het perspectief van verzet. We wilden een held, we wilden echt een held. Mm-hmm. En toen kwam Bonnie. Mm-hmm. Ja, iedereen kent Bonnie natuurlijk. Als je op Suriname op school hebt gezeten, heb je volgens mij elk jaar geleerd over Bonnie en Fort Buku. Mm-hmm. En de achtervolging met Ridi Moeses door de swampen. En dat werd eigenlijk onze centrale lijn voor het pad. En zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. We wisten, oké, we gaan Bonnie gebruiken. Ook omdat Bonnie waarschijnlijk uit dit gebied kwam. Mm-hmm. En, of tenminste, Bonnie's moeder dan kwam waarschijnlijk uit dit gebied. Daar kwamen we ook pas later achter. Okay. Dus het werd één chaotische samenwerking met ADEC, met individuele onderzoekers en historici. Allerlei mensen met kennis tot in Nederland die allerlei advies hebben gegeven, extra informatie hebben gegeven. En nu hebben we een prachtig pad neergezet. De Bonnie Trail. De Bonnie Trail, yes. En als de mensen getimmer horen op de achtergrond, de renovatiewerkzaamheden, ja, die zijn flink zeker, hier aan de gang. Hè? Zeker. Dat is natuurlijk met historisch erfgoed, dus je bent altijd bezig. Ja. Je blijft altijd bezig. Maar dat doet ons ook goed. Dat is natuurlijk ook een grote trekker achter het toerisme karakter van de plantage, zodat we de plantage ook kunnen behouden. Ja, natuurlijk. Want dat is eigenlijk soms een groot probleem, hè? Onderhoud. Want deze gebouwen hebben echt onderhoud nodig. Want die zijn hoe oud? De plantage is uit de 18e eeuw, dus eind 1780 zou ik zeggen. Zo, ja, worden. Zeker. Zoveel dus eeuwen hebben ze meegemaakt. De meeste gebouwen die hier staan zijn in de periode van de contractarbeid, dat is iets later. Maar heel veel van de paden die zijn aangelegd, de kanalen die toen zijn gegraven, zijn nog wel echt uit de oude tijden. Ja, maar Mario, als ik zo naar je kijk, jij oogt heel jong. En toch weet je zoveel, je hebt je echt erin verdiept. Ja, zeker. Ik ben natuurlijk opgegroeid in Suriname, dus onze geschiedenislessen zijn wel goed. Ja. Maar ik moet zeggen dat vooral de afgelopen jaren ook, en mijn vader is heel actief hier, mijn moeder heeft ook enorm veel onderzoek gedaan, dat ik mezelf op een gegeven moment ook steeds meer begon te verdiepen. Mm-hmm. Ik denk een mega shockmoment voor me was toen ik erachter kwam, wacht even. Eigenlijk waren alle Marons waren in het jonge kustgebied. En Fort Buku moest dus ook in het jonge kustgebied zijn geweest. Ik weet nog, vroeger had ik eens het idee dat alles heel diep het bos in was. Yes. Want eigenlijk alle plantages lagen in het kustgebied. Mm-hmm. Dus langzaam maar zeker ben ik zelf ook steeds meer geïnteresseerd geraakt. En natuurlijk nu via al deze projecten heb ik zelf snel met alle onderzoeksteams ben ik langsgelopen. Mm-hmm. Maar we hebben een prachtige geschiedenis. Want. Eerste oogopslag als men naar je kijkt, zo men denken, dit is een Nederlander hoor, met helemaal geen roots. Je roots helemaal in Suriname. Ja, zeker, zeker. Ik zeg ook altijd, het is een soort grapje wat iedereen ook altijd jaren zegt, is dat ik heel wit ben uitgevallen. Heel wit. Ja. Want eigenlijk zijn we een hele mix, een Ingi, Creole, Sneesi mix. Maar ik ben het witte paardje dat is uitgevallen. Er is wat boeren erbij. Aan één kant, ja zeker. Ja. Dus, maar ja, mijn zusje heeft ook krullen, donkere ogen, is een stuk bruiner dan ik. Dus ik ben echt de enige wit boy in de familie. Maar ik denk dat meneer Cyrano Salman blij zal zijn dat zijn zoon zo helemaal betrokken is bij dit project. Ja, zeker. Ik ben natuurlijk opgegroeid ook echt in toerisme, dus ik heb het zien ontwikkelen. Maar nu ook na mijn studie dat ik echt erbij ben gekomen en ook echt kan helpen. Dat vind ik toch wel mooi. Ja, welke studie heb jij gedaan? Ik heb communicatie gestudeerd en toen ben ik gemasterd in zakelijke communicatie en PR. Maar dat is nu eigenlijk ook wat ik doe voor het resort. Ja. Dus eigenlijk ben ik een beetje in een soort luxe positie. Hoor. Want ik kom en terwijl ze aan het kappen zijn, kijk ik van een afstandje en ik kijk mee met het onderzoeksteam. En eigenlijk wanneer het project af is, dat is waar ik dan keihard binnenkom om ervoor te zorgen dat we het ook laten zien. En dat mensen erover horen en dat we mensen uitnodigen. En dat ook locals het echt gaan bezoeken. Nou, maar het is gewoon prachtig dat een groot deel van ons cultureel erfgoed hier echt behouden is en beleefd. Zeker. Toch? Zeker. En die trail, je hebt het dus wel uitgelegd. Maar wat zeggen mensen? Wat zijn de comments als ze op die trail zijn geweest? Ja, ik denk dat mensen sowieso heel verrast zijn door hoe interactief de trail is. Mm-hmm. We hebben heel veel symboliek op de trail. Bijvoorbeeld, je steekt met een klein bootje het kanaal over en daar. In die boot hebben we bijvoorbeeld prenten van hoe een slavenschip was ingedeeld. Dus de kleine boottocht die je maakt symboliseert eigenlijk de transatlantische oversteek die toen is gemaakt. Je wordt ook echt kort geketend aan de andere kant. En je krijgt een stempel die natuurlijk de brand, het brandmerk symboliseert. En het pad zelf neemt je echt door het bos heen en het is een prachtig pad.
apart los daarvan. Je kunt zelf alles lezen. We hebben heel veel verrassingen overal opgehangen die je straks zult zien. Ik neem aan, degene die eraan hebben gewerkt. Wat was, toen het helemaal tot stand is gekomen, wat was hun gevoel? Ik denk opluchting, want we hebben echt de laatste 2 weken hebben ze dag en nacht, volgens mij, dag en nacht eraan gewerkt. Mm-hmm. Maar ik denk dat als je aan zo'n pad werkt, dat je steeds, je zit op één kant van het pad en je kijkt dat heel erg naar. Dus iemand die heel actief betrokken was bij het project, zei ook op het einde, bij de opening was het de eerste keer dat ik eigenlijk door het hele pad ben gelopen. Mm-hmm. En dan krijg je opeens een soort bird's view van wat je hebt neergezet. Zo. En dan besef je hoe groot het project was en wat een geweldige prestatie iedereen heeft geleverd. En wat je nu voor Suriname kan betekenen, want hier is echt een heel groot stuk van de geschiedenis vastgelegd. Ja. Oké. Okay. Nou, wat kun je ons nog meer vertellen voordat we op de trail gaan? Voordat we op de trail gaan is dat het Bonnypad en het Verhalenmuseum zijn dus onderdeel van het geheugen van Noord-Kamerwijnen. Ja. Dat project is nog niet af. Oh, is het nog niet af? Dus het zou kunnen dat we jullie over een maandje of 2 maandjes bellen om iets nieuws te presenteren. Oké. Okay. Maar het project loopt nog en we proberen heel voor de toekomst hebben hele leuke dingen nog gepland. Mm-hmm, mm-hmm. Jullie zeggen gefinancierd, hè? Ja. Het is vanuit de fonds. Ja. En waarom hebben ze dat gedaan? Is het gewoon om mee te helpen aan het behoud van cultureel erfgoed? Of is er een ander aspect eraan verbonden? Dus het uitgangspunt is heel erg geweest het vertellen van verhalen en het behoud van erfgoed. Maar het fonds was eigenlijk aangevraagd meer omdat het initiatief was dus om die verhalen te vertellen. En daarmee zijn ze toen hebben ze aanvraag gedaan bij UTSN, uitvoeringsorgaan Turing Faciliteit Suriname-Nederland. En toen die zagen dus in dat dit voor Suriname is en dat dit echt een stukje, een pareltje van Suriname wat eigenlijk nu naar voren wordt gebracht. En op basis daarvan worden de projecten ook echt uitgevoerd. Mooi. Maar wordt het nu commercieel ingezet? Het pad, daar kun je dus entree voor betalen en dat gaat dus naar de stichting toe. Mm-hmm. En dat is ook meer voor onderhoud van het pad. We hebben heel lage tarieven. We hebben ook heel bewust alle projecten losgekoppeld van het resort. Het resort eigenlijk is ingekomen door bijvoorbeeld de grond van het pad, het gebied te doneren aan de stichting. Oh. En het pand van het Verhalenmuseum te doneren aan de stichting. Maar je kunt gewoon een dagje bijvoorbeeld komen en een dag kaartje kopen voor het Verhalenmuseum en alleen naar het Verhalenmuseum gaan. Je kunt alleen naar het Bonnypad gaan. We hebben heel bewust daarvoor gekozen om bijvoorbeeld echt liefhebbers van geschiedenis, die kunnen echt voor het museum komen. Mm-hmm. En mensen die echt voor het pad willen komen, kunnen echt voor het pad komen. Ja. En als je daarna besluit om nog in het zwembad te duiken, kan dat altijd. Dat hoeft niet. Dat is het toetje. Dat is het toetje, zeker. Dat is het toetje. Maar voor de duidelijkheid nog een keer, de stichting is? De stichting is gedeeld cultureel erfgoed Suriname-Nederland. Mm-hmm. En het is in samenwerking met de HVA, de Hogeschool van Amsterdam. Mm-hmm. En dat was ook leuk, want we hebben heel veel studenten gehad, dus vanuit Suriname, vanuit Nederland, mm-hmm. die heel veel creatieve ideeën hierover hebben gedaan. Op een gegeven moment kwam de HKU, de Hogeschool van Kunsten Utrecht. Mm-hmm. Zij zijn heel gespecialiseerd in interactieve dingen. En hoe bijvoorbeeld, we hebben heel veel met geluid gedaan in het Verhalenmuseum. Daar hebben zij heel veel kennis over. Dus het was op een gegeven moment een team van allerlei oudere historici die heel veel weten. Super jonge, gemotiveerde studenten die met allerlei gekke ideeën kwamen. Die we soms even moesten zeggen van, hey, jongens, ja, rustig. Ja. Maar dat heeft er toch voor gezorgd dat het een heel unieke combinatie is tussen historie, maar met een heel moderne twist. Ah, oh, ik zie het al. Nee, dat is echt. Zo moet het eigenlijk vaker zijn. Hè? Want je moet niet gaan voor alleen maar jongeren en je moet niet gaan voor alleen ouderen. Ja. Het moet een mix zijn en dat werkt. Maar ik denk dat je er op een gegeven moment ook het beste van beide kanten uithaalt. Yes. En natuurlijk ook, je betrekt meteen de jonge generatie ook erin. Dus nu heb je eigenlijk een hele brede doelgroep. Ja, jongeren, middelklas en ouderen. Ja. Zeker. Ik denk dat we het ook heel erg hebben gemerkt met het Verhalenmuseum. We dachten, weet je, het worden meer wat oudere mensen die echt komen voor geschiedenis. Of mensen met een specifieke interesse en liefde voor geschiedenis. Mm-hmm. Ja, we hebben lokale mensen, we hebben gezinnen gehad, koppels gehad, we hebben oudere mensen gehad, jonge mensen, tieners in het museum. En dat Bonnypad is nu een week open en we merken dat ook bij het Bonnypad. Dus dat het is nu, we hebben een soort soft opening, mm-hmm. Maar we merken dat ook dat echt de doelgroep die komt, dus eigenlijk kan je gewoon zeggen iedereen. Okay. Nou,
Dan denk ik dat we gereed zijn om. Ik ga je uitnodigen om naar achter te gaan. Ja. Het is prachtig weer. Dus we gaan het pad nu eindelijk bezoeken. Helemaal. Voordat je de Bonnie Trail of het Bonniepad bezoekt, is het goed dat je goede schoeisel aan hebt. Dus ik heb laarzen gehad, dus ik ga mijn schoenen uitdoen en dan die laarzen aandoen, want ik heb begrepen dat het af en toe een beetje modderig is. Oké, ja. There we go. De laarzen die zijn aan. Zal me zien. Zo, dus ik ben helemaal gereed voor het Bonniepad. Maar we lopen nu even naar het achterland. Het leuke van is dat de plantages die zijn 600 meter breed. En overal waar je dan sluizen ziet, dat is midden van een plantage. Dus dat betekent dat nog 300 meter aan de rechterkant tot zo'n plantage behoort. En 300 meter naar de linkerkant tot zo'n plantage dan behoort. En wat we gaan doen is dat we dan op een van de, waar we gemaakt hebben, dat is een van de oude sluizen. Dus alle sluizen wat je dan op de plantages dan ziet, met bakstenen, zijn sluizen uit de slavenperiode. De ene van ons, hier op het achterland, dus een van de eerste sluizen, die is gaan doorzakken aan de linkerkant. Dus dat konden we dan niet meer, die konden we niet meer gebruiken. Want op de plantage moet je dan de sluizen gebruiken. Alleen het water wat te veel op de plantages dan zit, dat gaat eruit. Als de Komowijne rivier dan eb is, worden de sluizen dan opengemaakt, gewoon handmatig. Dus het te veel water, dat gaat dan naar buiten. Nou, plantage Frederiksdorp. Plantage Frederiksdorp, dat was ooit een koffie-cacao plantage. En de eerste eigenaar van de plantage, die man die heette Johan Frederiks Knoffel. En sinds hij naar Suriname is gekomen, hebben ze zijn achternaam veranderd naar Knuffel. Jullie kennen Knuffelsgracht in Paramaribo? Ja. Ja, oké. Okay. Dus ook daar waar het Revolutieplein is, daar had hij samen met zijn broer had hij dan een huis daar. Dus vandaar de naam Knuffelsgracht. En tot de dag van vandaag wordt hij zo genoemd, ja. Tot de dag van vandaag wordt hij zo genoemd. Midden van een plantage. En dit is dan een kanaal die gegraven werd door de slaven van begin van de plantage tot helemaal dan het eind. En dit was dan een van de eerste dingen die op een plantage dan gemaakt werd. Omdat de irrigatie, dat was sowieso, moest je dat dan doen voor de vervoer en ook zoveel water voor de gewassen die geplant werden. Dus, en daar heb je dan onze sluis nu. Maar dit was dan de eerste. Zie je nog de bakstenen? En al de bakstenen die zijn, zeg maar, zodra je dit ziet, zijn het allemaal dan sluizen uit de slavenperiode. Ja, ja, ja. Nou, dan gaan we lekker verder. Zo, ik zeg altijd dat, dat we hier dan gaan beginnen met die trail. Want wij zien alvast een aantal dingen van uit de slavenperiode. Borden die aangeven van hoe die trail eruit dan ziet. En het eerste bordje wat we dan hier dan zien, kom maar even dichterbij. Dat geeft aan dat verwelkom jou ook dan op Bonnie Trail. Kijk, dit is hem. We hebben 8 stopplekken. De eerste dat is nog aan deze kant. En van de eerste naar de tweede is dan de manier hoe de oversteek was.
de oversteek zeg maar dan van het buitenland naar Suriname. En dat zullen wij dan ook zo gaan meemaken. En heel vaak gebruiken wij dan liederen nog vanuit de slavenperiode, die we tot nu toe dan gebruiken. En dat zijn allemaal dan liederen die ooit in de slavenperiode gemaakt werd als boodschap naar de anderen, die wij dan tot de dag van vandaag gebruiken op school, op feestjes en vaak voor kleintjes. Dus dat gaan we dan zo dan zien. We hebben dan de oversteek. Dat staat ook zeg maar dan oversteek naar een onbekende wereld. En dat is dan het onbekende wereld, is dan de andere plek. Als ze hier aankwamen had je dan een slavenmarkt, dus de veiling. En zo gingen we dan verder. Dat zijn allemaal dan de 8 plekken. En de laatste, dat is zeg maar dan van toen naar heden. En dat zullen wij dan terug dan gaan lopen. En dat gaan we echt dan zien. Kom maar. We gaan dan de oversteek maken van de plek waar je dan bent naar de onbekende wereld. Dat gaan we dan hier in zo'n boot. En als je ook dan naar de boot van ons kijkt, dan zie je ook dan de manier hoe de slaven zeg maar, dan in de boten dan gezet werd. Om dan de oversteek te maken naar de plek waar ze dan niet wisten waar ze dan gingen. Dus wij gaan ook even dan in de boot. Het kan voorkomen dat jouw beentjes dan nat worden, maar dat is ook precies als hoe het ging. Dus al de dingen van toen zullen wij aan jullie dan gaan geven. En dat hebben we dan hier. Wij gaan even dan de oversteek maken. Oh, we zijn er al, dit is wel een korte. Maar ja, dus zo ging het met verschillende liederen. En dat betekende gewoon dan alles dan weer. Nu zijn we dan aan de overkant. Dat was een spannende korte bootrit. Met mijn voet in het water. Dus houdt u rekening mee dat het gezellig koud is, hoor. We gaan. En hier aan de zijkant zien we dus hoe die slaven in die boten zaten, hè. Oké. Zo, we zijn nu dan op onze onbekende wereld. En zodra je dan de poort hier binnenkwam, want je stapt uit van de boot. En je kwam dan ergens waar je niet weet waar je aankwam. Dus als we dit open dan maken, is het dan die deur waar je dan niet terug zeg maar, dan kan. En hier kwam je dan direct in de slavenmarkt. Nou, komt u maar. Komt u in mijn marktje. Ja. Nou, het was geen marktje. Het was een hele grote markt. Dus wat we dan doen... U komt hier aan. En precies dat hoe. Komt u maar wat verder. Mag ik uw hand even lenen? Andere kant. Ja. Zo ging het. En dan wat we dan gaan doen is bij de veiling, ja je kan niet weg. Nee. Je kan niet eens weg. Dus dan schuif je. Want je werd dan voor een aantal mensen dan aan de achterkant. Dus dan schuift u makkelijk dan naar voren. U schuift. En hier kwam het bam. Verkocht. Ja. Kijk maar. Dit alles. Precies, zeg maar dan de hoge mensen van de plantages, de plantage-eigenaren, die kwamen dan, zeg maar dan, om jou dan te kopen. Dus zo ging het. Vandaar dat we jou daar hebben vastgezet. Wat voelt het eng aan? Het voelt wel een beetje eng aan. Maar ik vind het wel leuk, zeg maar dan, om het aan mensen dan te wijzen en nee, te zeggen. Dan heb ik het helemaal meegemaakt. Oh, wat voelt het goed om vrij te zijn. Ja. Het is altijd een goed gevoel om helemaal vrij te zijn. Ja. Precies als we maar ooit zeg maar, dan konden zijn als de vogels. En dat nooit. Maar dit is echt dan het gevoel en hoe het zeg maar, dan ging bij de slavenmarkt. Want dat was dan de eerste post waar je aankwam. En ik kan u zeggen, die ze voelen echt zwaar aan. Heel erg zwaar. Oké. Okay. En het ging niet rustig. En dit is zeg maar, dan onze eerste stop, als ik het dan vertelde. Daar kunt u dan ook dan een banner dan zien. En dan gaan wij dan verder.
En dan komen we weer dan, zeg maar, dan, op de plantage leven. Ze hebben jou gekocht, dus nu kom je dan op een plantage. Je weet niet wat je moet doen en je weet niet hoe groot de plantage is. En de gewassen die op de plantages geteeld werden, dat waren dan koffie, cacao, suiker, katoen, indigo, verschillende gewassen. Dus als je daar aankomt, weet je dan niet, dus dan krijg je dan ook, zeg maar, dan, van de verschillende zweepslagen. Want het, zijn, het is heel hard werken van 's morgens vroeg tot heel, zeg maar, dan 's avonds laat. Dus dan hebben we dan hier dan onze tweede plek, hoe je dat, zeg maar, dan kan meemaken. En hier staat, zo zwaar werk, straf en pijn, plantages leven. Wat heb ik gedaan? Zweepslagen, bloed en tranen. En dat precies zo ging het dan op de plantages. Dus wij gaan het dan meemaken, want we hebben dan een hele set van gemaakt. Komt u maar, we gaan weer dan over een van onze kreken. We gaan weer dan over een van deze kreken. En dan gaan we echt dan zien hoe het dan was dan op de plantages. Komt u maar. Hier kan je, zeg maar, dan verschillende dingen zien van hoe de plantages uitzagen, maar ook hoe de mensen, zeg maar, dan op de plantages dan werken. En het leuke van is dan bepaalde van de marongroepen, of eigenlijk al de marongroepen, die hebben dan gewoon dan hun dingen dan meegenomen. Dus nu, als we hier aan de rechterkant kijken, dan zie je dat ze dan een lendendoek hebben dan gebonden om een baby dan te dragen. Dat heeft mijn moeder ooit, zeg maar, dan met mij dan gedaan. Dat is in het binnenland. Daarnaast heb je hoe kleren, zeg maar, dan gewassen worden. De danspasjes, de plantages, hoe ze, zeg maar, dan uitzagen als ze dan een beetje vrij waren. Want in de avonturen mochten ze dan vaak dan dansen. Behalve toen de ridimoesers kwamen. Want daar werd er verteld waarover ze het hadden. Want wat ik net vertelde is, de verhalen, die gingen altijd, zeg maar, dan was een boodschap. Dus zo heb je hem. En dat is dit. Dat is, zeg maar, dan de plantage leven. Hoe de plantage, zeg maar, dan uitzag. Dus dan gaan wij lekkertjes dan verder. En die kant op. En dan heb je, zeg maar, het begraafplaatsen dan op de plantages. En dat waren soms waar heel veel mensen, zeg maar, een massagraf. Maar daarnaast had je ook begraafplaatsen, zeg maar, dan van de wat eigenaren en ook andere mensen. En dat kunnen we dan helemaal dan hier dan zien. En ook de straffen die de slaven dan kregen. Komt u maar even mee. Hier hebt u dan, zeg maar, dan borden waar u dat alles dan kunt lezen. Maar daar hebben we, kijkt u. En bepaalde van de straffen die ze dan kregen is als ze jou zo ophangen, dan bleef je gewoon, zeg maar, dan 24 uurtjes daar. Voor de zon, voor de regen, voor de muggen en de mieren. Ja, ja man. Als je sterk bent, ja, overleef je hem. En als je zwak was, dan ging je dood. Oh. Zo heb je hem. En al de straffen, kijk maar. Dat was ook een van ze. Dan moest je dan gewoon 24 uur zo blijven. Maar al de straffen, er waren dan een boodschap ook. Het waren dat je moest schrikken. De anderen die daar rondom waren, die mochten dan niet weggaan. Die moesten dan blijven kijken. Want van zo'n voorbeeld zullen ze dan, zeg maar, dan gehoorzamen. Als je het weer doet. Kijk, daar aan de rechterkant heb je dan weer eentje. En al de standen die bleven, die waren echt, zeg maar, dan voor 24 uurtjes. En je werd buiten dan gezet. Dus niet dat je binnen was. Je werd gewoon buiten dan gezet. En dat kunt u gewoon allemaal dan hier dan beleven. Geboorte van Bonnie, waar mama Bonnie's moeder, zeg maar, dan gevlucht is richting het bos. En van hieruit zal je dan gaan zien hoe Bonnie is dan gaan geboren. Wat hij allemaal dan gedaan heeft na zijn geboorte en waarvoor hij vocht. En dat gaan we dan zien. Dus ik zou zeggen, kom maar, welkom in Bonnie zijn geboorte, zou ik zeggen. Kom maar. Dan hebben wij geboortevrijheid Kotika
negers. We hebben de Maron. Maron is een verzamelnaam, zeg maar dan van, ik zal zeggen de weggelopen slaven. Maar iemand zei me, ik moet zeggen, de weggelopen tot slaafgemaakte. Ik noem ze gewoon weggelopen slaven. Die zijn gewoon slaven. Maar oké, de weggelopen tot slaafgemaakte, die zijn dan verdeeld, zeg maar dan, in verschillende Maron-groepen. De grootste, dat zijn de Saramakaners. En daarnaast krijg je dan de Aucaners. Maar dan heb je dan nog vier andere. We komen dan, zeg maar dan, bij een van de Maron-groep. Die zijn de Kotika-negers. Maar onder de Kotika-negers heb jij de Aucaners. De Aucaners, die zijn zeg maar dan de Kotika-negers. Ze zijn dan in het Kotika-gebied. Dus vandaar dat ze ook de Kotika-negers genoemd worden. Maar het zijn gewoon de Aucaners. En daar in het gebied, zeg maar dan, is door die mensen is Bonnie dan zeg maar dan opgevoed. Mm-hmm. En zo, door die mensen zijn zeg maar dan de buitenaardse krachten die we Wintis dan noemen, gaan ontstaan. En dan hebben wij de schuilplaatsen van Bonnie. De plekken waar hij zich zeg maar aan schuil hield. Kijk daar. Zie je daar? Als je niet goed kijkt kan je hem niet zien. Hè? Hij piept even. Hij piept ons. Maar als je niet goed kijkt kan je hem niet zien. En dat is maar dan zeg maar dan een kleine van. Want precies zo piept hij dan al de mensen dan die kwamen. Uiteindelijk had hij dan ook dan een fort van hemzelf dan gebouwd. En die wordt Fort Buku dan genoemd. En die zullen we dan ook zo strakjes dan zien. Maar vanuit Fort Buku is ook onze kazerne. Mijn Brebuku kazerne is dan gaan ontstaan. Kom maar lekker, wij gaan verder. Geboorte van Bonnie en alles wat hij deed. Bonnie, die kon ook zeg maar dan heel lang onder water blijven. Hij kon ook heel lang onder water blijven. Je kon zeg maar dan voorbij lopen zonder hem te zien. Maar hij is daar en die kijkt naar jou. En het leuke van is dat we Bonnie ook dan in het water gezet hebben. En die is daar. Okay. Zie je hem daar? Bonnie kon jaguar worden. Bonnie die kon zeg maar dan eigenlijk zweven tussen de bomen. Net de monkeys van ons. Ja, dus zo zal het dan ook voorkomen dat we dan zeg maar dan Bonnie boven zullen zien. We zullen Bonnie dan in het water dan zien. Dus gewoon alles proberen wij dan gewoon dan, zodat je dan kan beleven hoe het allemaal dan was en ging tijdens die tijd. Totdat ze hem zeg maar dan hebben dan doodgemaakt. En wie heeft hem dan zeg maar dan weer verraden? Een vrouw. Ja, maar dat gaan we dan zo zien. Komt u maar. De militairen. We hebben de Redimusus. Eigenlijk de Redimusus, die kwamen uiteindelijk, werden ze dan militairen. Waarom? Omdat ze iets aangeboden kregen. En dan gaan ze dan de anderen verraden. Dus die werden dan Redimusus dan genoemd. Op een gegeven moment kregen ze dan ook wapens, op een gegeven moment kregen ze geweren, op een gegeven moment kregen ze dan machetes en alles. Alleen om de anderen dan te gaan zoeken, want zij konden dan tegen de muggen, op een gegeven moment. Zij konden tegen dan gele koorts en al de andere ziekten dan die ontwikkeld werden. En de militairen, die konden dat niet. Die konden dat niet, dus ze gingen dan ook dood. Dus zo hebben ze dan zeg maar ervoor gezorgd dat heel veel Redimusus zijn gaan ontstaan. En die waren dan degene die op zoek gingen dan naar de slaven, de gevluchten. Degene dan die weggingen, die een schuilplaats hadden ergens. Dus zo ging hij. En die zullen wij dan hier dan gaan zien. Vandaar dat u dan hier dan ziet schuilen, rennen, hurken, duiken, springen. Maar ook militairen, Redimusus, niet laten pakken waar naartoe. Maar dat zijn allemaal dan, want ze hadden de Saramakaners, de grootste groep Maron, die vluchtten dan van de plantages. Die gingen dan het zuidelijke gedeelte dan van Suriname. Die zijn via de Saramaka rivier zeg maar dan gevlucht, dus vandaar dat ze Saramakaners genoemd worden. En die hadden zeg maar dan een vredesverdrag gesloten toen al in 1760 dat ze dan de plantages niet meer dan zouden aanvallen. Maar Bonnie,
die dacht niet eraan. Waarom? Omdat slavernij dan nog steeds verder ging. Dus hij wilde dat niet hebben. Dus vandaar dat hij dan de plantages zeg maar, dan continu aanviel. Dus voor hem was dat niets. Maar hij was ook dan niet opgevoed door de Saramakaners, maar door de Alkaners, die Kotikanegers worden dan genoemd. Dus dat was weer dan een andere groep Maron. Dus vandaar dat hij niet kon stoppen om de plantages dan aan te vallen. Fort Buku. Fort Buku, dat heb je daar. En om daar aan te komen, kijk, het leuke van is dat we nu wel daar kunnen gaan. Hè. Maar vroeger kon dat niet, omdat het zeg maar dan als een soort eilandje dan was. Het was een soort eiland en de militairen die probeerden dan daar aan te komen. Voordat ze dan daar aankwamen, gingen ze dan dood. Of ze werden dan doodgemaakt door de andere mensen dan van Boni. Dus dat hebben ze dan zeg maar dan nooit kunnen bereiken. Nadat alles zeg maar dan gestopt is, hebben ze het fort ook zeg maar dan nooit dan gevonden. Maar alleen omdat ze hem dan niet kunnen vinden, is er dan zeg maar herinnering aan Fort Buku. En dat is zeg maar dan onze kazerne dan nu. Vandaar de naam Membre Buku kazerne. En daar zijn allemaal dan de militairen dan nog. Met hun wapens. En het is dan zeg maar dan die mensen dan niet gelukt. Om hem dan te vangen. En dan gaan we dan hoe ze hem gevangen hebben. Kijk, daar heb je Boni in een van die bomen. Zie je hem? Boni in een boom. Daar heb je dan ook zeg maar, dan de militairen die dan probeerden dan om dan naar Fort Buku dan te gaan. En het lukte ze dan niet. Want op een gegeven moment werd hij dieper. En dan gaan ze dan dood. Dus dat lukte dan helemaal dan niet. Dit is zeg maar dan, soms in Ningre zeggen we, je Karden Wintikong. Dus de plek van P.E. Karden Wintikong, waar je zeg maar dan voor dan zorgt dat mensen dan, dat de wind is dan komen. Dat de beschermde wind is dan komen. En als Boni zeg maar dan hierop stond, hierop zat en met zijn, hierop stond. En Pimba, dat is zeg maar dan de witte aarde die we dan vaak dan gebruiken zeg maar dan voor de traditionele dingen. En precies zo ging het dan ook hier. Dus hier ga je je handen wassen, je gaat je gezicht wassen, je voeten. En met sowieso met drie verschillende bladeren. Je karana naning. En dan gingen dan de dingen dan opkomen. Je hebt, wat ik zeg maar dan ook zelf dan gezien heb. Waar ze dan dit deden, is gewoon dat ook al zouden ze dan met een machete of een houwer, dan dat gaat dan gewoon dan niet. En ook die dingen had Boni, ook al zouden ze hem zeg maar dan schieten, dat ging dan niet. Alleen omdat hij zeg maar dan die God of Gado, de Nana zeg maar dan geroepen had. Kedwa man, kedwa fo, hey boy, hui. En dan, nee ik ben geen Dus precies zo was het. En dit is een van de kwabangi, dit is een van die bangis, waar hij zeg maar dan zat en waar hij dan tot zijn... Tot gebed ging dan aan de wind is en dan was het helemaal dan cool. Daarboven hebben we Boni weer. En het heeft ongeveer 30, 31, 32 jaren dan geduurd voordat ze Boni zeg maar dan hebben kunnen pakken. En het zwakke dan van Boni is, heeft hij zeg maar dan doorgegeven dan aan een vrouw die zeg maar ook niet als vrouw begon. Maar die begon als een dier, zeg maar, dan een aapje. Hij vond die leuk. En die ging dan verder tot uiteindelijk is hij dan een vrouw dan geworden. Dat was ook dan de buitenaardse krachten. Want, wat is gaan gebeuren? Je had de Alkaners, dat zijn de Kotikanegers. Maar dan had je dan ook dan de Saramakaners, ook met hun buitenaardse krachten. En wat ze gedaan hadden, is dat ze dan die mensen hebben ze dan... bijgetrokken. Alleen om Boni te vangen. Maar ze hebben dan niet aan hun dan verteld wat ze dan gaan doen. Wie ze dan gaan pakken. Dus ook hun hebben dan geholpen. Zonder dat ze het wisten. Want als ze het wisten zouden ze het niet doen. Zonder dat ze het wisten.
om te helpen met ook dan de buitenaardse krachten tot die we Winti dan noemen, om Bonnie dan te vangen, maar door een aap. En een aap die is dan gaan veranderen, zeg maar, dan in een prachtige vrouw. En dan zo is het dan gaan gebeuren, ja, en bij de... Die vrouw die heeft Bonnie dan gelokt totdat ze hem, zeg maar, dan ook hebben doodgemaakt. Ja, met buitenaardse krachten, ja. En dat, die leiding die gaan wij dan ook zo strakjes zien. Vliegende kogels is precies wat ik net vertelde. Kogels die gingen dan naar hem en die gingen dan niet door zijn lichaam. Dat kon gewoon dan niet omdat hij gewoon dan de wind is en buitenaardse krachten dan had. Gevecht, verraad en dood. Verraad en het verraden, dat is dan zeg maar dan gebeurd, dat is wat ik net vertelde. En het doodgaan van hem is ook door buitenaardse krachten, zeg maar, dan gebeurd. Anders zou het dan nooit, zeg maar, dan gebeuren. Want de windieving. Die heeft dan, zeg maar, aan die vrouw dan gebroken. En zo is het dan gaan gebeuren. Kijk maar. Zie je? Dus dat staat hier gewoon op 19 februari 1793. Is hij komen te overlijden. In zijn slaap. En dan, hoe kan je dat zien? Kijkt u. Want heel vaak zie je het niet, als mensen het niet weten, want we zouden het niet zien. Kijk maar, zie je? Die leiding. Kijkt u. Aap. Kom maar wat verder. Aap. En dan een vrouw. Maar waarom moet het een vrouw zijn? Waarom niet aap, aap en man? Ja, maar ik denk bij een man zo wat we zien een beetje lastig zijn. Dus aap, aap en die is dan zeg maar dan gaan leiden naar een vrouw. En zeg maar dan door al de dingen die vrouw dan gedaan heeft met hem, hebben ze hem dan zeg maar dan toch kunnen doodmaken. Ja. Toen hij dood is gegaan, wilden ze dan niet geloven dat Bonnie dood was. Dus een opdracht was dat als jullie Bonnie dood hebben gemaakt, dan moeten jullie dan zijn hoofd zeg maar dan brengen, zodat we dan kunnen zien hoe dat ging. Maar Bonnie hoofd kon ook dan niet van zijn lichaam. Kijk, dit lijkt zo dingen te zijn. Maar Bonnie hoofd kon niet, niet van zijn lichaam. Uiteindelijk zoveel dingen geprobeerd en het is gelukt. Maar de plek waar Bonnie was, je moest ook zeg maar, dan met de boot terug dan naar de plek komen van die mensen die dan die Bonnie hoofd wilden. Dus bij het terugkomen, alleen omdat Bonnie zeg maar, dan zoveel buitenaardse kracht had, is dan die boot tot zinken dan gekomen. Dus zijn hoofd is toch in een van de stroomversnellingen naar gegaan. En uiteindelijk is het, hebben de mensen daar toch het hoofdje zeg maar, van Bonnie toch niet kunnen vinden. Maar ja, kent u die? Dat ze, ja, oh. Daar heb je zeg maar dan die stroomversnelling. En die is ook in het Okanerse gebied, zal ik het zo zeggen. In het Njuka gebied, zeg maar. Laat me het zo zeggen. Hoi. Hier heb jij. Hier heb je zeg maar dan waar die chromantiwasie dan gedaan werd. En dat is gewoon dan dat wat ze dan wezen van dat je dan dat je vrij was. Na 1863 1863 moesten ze dan toch nog 10 jaar op de plantages dan werken. Dus rond 1873 kwam de officiële afschaffing van de slavernij. En dan mochten ze dan van de plantages. Dus de meeste die probeerden dan de hippies, laat me het zo zeggen, de hippies dan te wassen en te laten op de plantages. En dat ze dan rein dan een nieuw leven zeg maar, dan zouden gaan beginnen. Dus vandaar dat 1, je verschillende van die pangis dan zien. Daar hebben we Kitty Kotti. Op 1 juli 1863, Maspasi.
Maar dat was gewoon dan in vrijheid. En dat ging dan zo. Hier had je dat we op 4 mei hadden we dan zeg maar dan een soort reinigingsbad dan gemaakt hadden. Dus dan kon je je hand dan wassen en je gezicht. En op het moment dat je zeg maar dan van ervan gaat, dan keek je dan niet terug dan naar achteren. Want dat betekent dat je dan een nieuw leven dan gaat beginnen. Je bent vrij. Dus dat heb je dan hier. Yes, we zijn dus aan het eind gekomen van de Bonnie Trail. Wat eigenlijk het verhaal van Bonnie dus volgt. Hier hebben we onze colofon en onze bronnen nog. Dus de Bonnie Trail is dus mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland, door UTSN, door Hogeschool van Amsterdam, Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Suriname Nederland, Plantage Frederiksdorp. En dit wordt allemaal samengebracht onder het geheugen van Noord-Kommerwijnen, het geheugen van Kommerwijnen. Dus ik denk wat het verhaal van Bonnie dus zo bijzonder maakt, is wat we op de tour hebben meegemaakt. Het verhaal, we hebben een historisch verhaal, maar er zitten zoveel fabelachtige aspecten aan het verhaal. Het verhaal is zo sterk verweven met het bovennatuurlijke en met spiritualiteit, dat het als gast is een interessante mix tussen praktische historische feiten en zoveel dingen die de westerse wereld waarschijnlijk niet wil erkennen, maar Oostranama's, wij weten dat het zo is. We weten het. En dat is het einde van deze trail. Dank jullie wel. En kijkers, u wil ik bedanken voor het willen kijken naar deze speciale aflevering van In Gesprek Met. Ik was hier op bezoek bij de plantage Frederiksdorp. En ook hebben we samen met Cheyenne Nadino, hebben wij dus het bospad, tenminste, laat me zeggen, de Bonnie Trail, helemaal gelopen. En we hebben heel veel dingen geleerd. U toch ook? Nou, daar ben ik heel erg blij om. Heeft u nog net deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond op kanaal 12.2. En dan ben ik er weer volgende week woensdag met een andere aflevering van In Gesprek Met. Tot dan. Goeiedag.